We hebben elkaar jaren geleden gesproken en dat leidt tot een kort geschiedenisdocument eigenlijk. Want er vragen voortdurend mensen aan mij, hoe zijn jullie nou ooit op dat idee gekomen? Wat heeft ons nou bezield om een renaissance groep te beginnen? Kun jij ook jouw versie van het verhaal vertellen? Ja, kijk, wat ik me daarvan herinner is dat zowel jij als ik in de tijd rondliepen, en dat is toch al eigenlijk begin jaren 2000 geweest, duidelijk het gevoel van, nou zeggen, waarmee we gewerkt hebben in de 20e eeuw, de manier waarop we organiseerden, de manier waarop we met elkaar omgingen, de manier waarop we ecologisch opereerden, ja, dat eigenlijk steeds meer aan het vastlopen was. En dat er dus behoefte was aan nieuwe manieren van werken, nieuwe manieren van dingen in elkaar steken, en dat daar, laat ik maar zeggen, ook bewustwording voor nodig was. En dat er wellicht versnelling teweeg zou te brengen zijn, als we pioniers, hè, die er op dat moment ook al volop waren, die van dezelfde mening waren als wij, en die in de praktijk daar al van alles mee deden, bij elkaar zouden brengen. Dus de behoefte aan oriëntatie op vernieuwing en het bij elkaar brengen van pioniers. Dat waren wat mij betreft de twee kerngedachten die ons toen op een of andere manier bij elkaar gebracht hebben. En waarmee we aan de slag zijn gegaan. En we hadden al heel snel 10, 15 mensen die belangstelling hadden om in wat wij toen de Renaissance Groep zijn gaan noemen, nieuwe geboorte, met ons daar aan de slag te gaan. En dat heeft zich in de loop van de tijd voortgezet. Het is inmiddels een vrij omvangrijk gezelschap geworden. En steeds meer mensen zijn bezig met die vernieuwing. En in die zin kijk ik daar wel op terug als een geslaagd en interessant initiatief om in die vroege fase mensen bij elkaar te brengen. Had je nou gedacht dat dit nog steeds zou bestaan, vandaag de dag? Ja, de leden zijn we begonnen. Nou ja, dus dat is altijd een beetje de vraag, hè, van hoe lang draagt zo'n initiatief? In dit geval had ik wel altijd al het idee, kijk, die omslag waar we het over hebben, die zal wel paar decennia in beslag nemen. En een flink deel daarvan zal die Renaissance Groep daarin ook nuttig werk kunnen doen. Dus ik ben daar niet zo verbaasd over. Natuurlijk zit daar evolutie in. Mijn indruk is ook dat het, laten we zeggen, volwassener is geworden wat er in dat kader gebeurt. Dat mensen slagen gemaakt hebben intussen. En dat we op dat pad naar maatschappelijke vernieuwing, zowel economisch als ecologisch, als ook sociaal, dat we daar echt behoorlijk op weg zijn. Nu is er een aparte kerngroep gekomen, er zijn jongeren actief. Is dat ook de ontwikkeling waarvan, ik ben er zelf heel erg blij mee dat dat zo gaat, maar is dat ook voor jezelf een goed gevoel dat die jonge mensen nu de kar gaan trekken en zeggen van, we pakken het op, nemen het verder? Nee, maar dat is dus overal aan de orde natuurlijk. Ja. Hè? Dus ik ben zelf nog van tijdens de oorlog, maar vanmorgen las ik een kop in de krant. Het wordt tijd dat de babyboom generatie het nu overdraagt aan de volgende. En dat is nu ook echt aan de orde. Hè? Dus ik werk op het ogenblik heel veel met jonge mensen, ook als hoogleraar tegenwoordig. En daar, met die mensen praat ik over hoe zij in hun tijd hun wereld vorm willen geven. En dat zal een hele andere vormgeving moeten zijn dan wat wij in onze tijd gedaan hebben. In ieder geval ik in mijn tijd, hè. Ik ben nu gepensioneerd. Maar dus die mensen die zitten dus te kijken naar, ja, wat zijn als het ware de coördinaten van de nieuwe tijd. En gaan aan de slag met het vorm en invulling geven aan hun wereld op basis van die nieuwe coördinaten. Nou is er bij een bedrijf, Witteveen en Bossen, zijn ze een groot ingenieursbureau, zijn ze eigenlijk ook een soort mini-renaissance groep begonnen. Hoe vind je dat soort initiatieven nou? Dat ze dan ook die vernieuwing, die wedergeboorte in hun eigen gedeelte zoeken, in het bedrijfsleven? Nou, dat lijkt mij een hele goede aanpak. Ik heb overigens, toen ik in Amerika woonde, daar gezien van een bedrijf dat voor het oude bedrijf een begrafenisplechtigheid organiseren met alles erop en eraan. Dat is een idee.
En vervolgens dus, wij oude is dood, en we zijn nu niet. Maar meestal zoeken mensen geleidelijke trajecten. En mijn ook persoonlijke ervaring in wat ik vroeger gedaan heb is, dat als je een nieuwe echt een goede kans wil geven, dat je dan als het ware ruimte moet creëren voor jonge mensen om datgene waar zij door begeesterd zijn, ook werkelijk tot ontwikkeling te brengen. En ik kan er ook een voorbeeld van noemen. Ik heb zoiets gedaan ooit in de jaren 90 al bij Rabobank, toen de mogelijkheid van internetbankieren net over de horizon kwam. En toen heb ik een groep van 8 jonge mensen, zeg maar WizKids, bij elkaar gezet. Die heb ik een budget gegeven en aan de top van de bank laten rapporteren buiten alle normale lijnen om. En gezegd, jongens, gaan jullie nou kijken hoe wij als Rabobank met internetbankieren zou kunnen omgaan. Nou, het gevolg is geweest dat Rabobank een grote voorsprong heeft genomen op het gebied van internetbankieren. En eigenlijk tot op de dag van vandaag de leidende internetbank in Nederland is, zo niet in Europa. Dus dat is wat er gebeurt als je de creativiteit en jonge mensen in een goede conditie de ruimte geeft. Ja, en dan blijven ze ook, hè? Want dat is ook een probleem. Ze lopen anders dan ze erop. Kijk, dat is natuurlijk, laten we zeggen, motiverend. Hè? Dus dat is, laat ik maar zeggen, vorm en zin en inhoud geven aan je eigen leven ook. Ja, want we hebben een document voor het nageslacht. Ik dank je wel. We gaan elkaar nog vaak genoeg zien, denk ik. Maar ik vond het ook heel fijn om dit met jou te beginnen en we hebben iets nagelaten. Okay. Dit stuk hebben wij tenminste nagelaten. Dank je wel. Ja.